bij elkaar vandaag om de eerste ster te onthullen. Oké, meneer Govende, we staan hier voor de Nettomarkt aan de Pleinweg. U heeft zojuist een ster van KVO. Van het, een ster voor het keurmerk Veilig Ondernemen, toegekend door het hoofdbedrijfschap Detailhandel. Ja, en die is hier onthuld. En waar heeft dit winkelgebied deze ster aan te danken? Nou, er zijn in Oud-Charloes en Carnisse in het totale winkelgebied afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen. Niet in de laatste plaats de ondernemers zelf, de winkeliersverenigingen, maar ook alle andere partijen betrokken bij beheer op straat. Om van dit gebied een aantrekkelijk winkelgebied te maken, nog aantrekkelijker te maken dan dat het nu al is. Door afspraken op het gebied van veiligheid en schoon. En we hebben al sinds september al heel veel stappen gezet. En eigenlijk wordt het nu bekrachtigd in een overeenkomst tussen partijen. Om daarmee verder te gaan. En daarom krijgen we die eerste ster. Oké, dus die ster dat is eigenlijk een soort aanmoedigingsprijs. Ja, zo kan je het zien. Want je kan geloof ik 3 of 4 sterren halen. En we zijn natuurlijk vast van plan om net zoals Zuidplein, om ook hier in Oud-Charloes en Carnisse het tot een topgebied te maken voor bewoners. Oké, de eerste ster is over de brug. Dank u wel. Die is over de brug. Wie bent u? Ik ben Saskia Kleewijn en ik ben adviseur bij het hoofdbedrijfschap Detailhandel. Begrijp ik dat u aan het begin heeft gestaan van de uitreiking van deze ster, die eerste. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, ik heb de werkgroep begeleid tot aan de eerste ster. Er was hier in Charloes al een overleg met ondernemers en gemeente over veiligheid. Zij wilden dat graag een wat formelere status eigenlijk geven. En toen hebben ze aan ons gevraagd of wij hen wilden begeleiden naar dat keurmerk Veilig Ondernemen toe. En ja, dat betekent eigenlijk dat je met alle betrokken partijen, dus stadstoezicht, ondernemers, gemeente, politie, brandweer, afspraken gaat maken over veiligheid in het gebied. En na afloop daarvan vonden jullie dat dit gebied de sterren verdiende? Nou, het is zo dat er is een audit geweest. Dus er heeft een externe auditor heeft alle partijen ondervraagd en ook alle documenten beoordeeld. En dat was allemaal voldoende. En op basis daarvan reiken wij vandaag de eerste ster uit. Dus dat betekent eigenlijk, die eerste ster betekent basis samenwerking, dat die tot stand is gebracht. En vanaf nu is het eigenlijk de bedoeling dat nu al die afspraken die er gemaakt zijn ook doorgezet worden. En dat alle maatregelen ook uitgevoerd worden. En dus de komende 2 jaar worden wat dat betreft wel spannend. Oké, want anders wordt hij weer afgenomen of niet? Dan krijg je in ieder geval geen tweede ster, laat ik het zo zeggen. Normaal gesproken krijg je kunt dus om de 2 jaar hercertificeren en dan krijg je een tweede ster en een derde en een vierde. Maar als je als werkgroep niet meer bij elkaar komt en het allemaal een beetje laat lopen, dan stopt het gewoon bij 1. Daar gaan we heel veel aan doen. Er is al heel veel aan gebeurd en daarom staan we hier. Meneer, we staan hier op de Kade van de Rechtse Lagendijk in het kader van de onthulling van de eerste veiligheidsster. En wie bent u? Mijn naam is John van Putten. Ik ben van Promo Paper en gedeeld voorzitter van de winkeliersvereniging. En wij zijn uitermate content met de uitreiking van de eerste ster. Dat is toch een teken dat het Charloes en Carnisse gewoon de goede weg op zijn met z'n allen. Okay. En verwacht u dat er een tweede ster bij komt? Dan gaan we wel ons best doen met z'n allen.